Relatie tussen elektronen, oxidatie, ziektes en veroudering. Alles in het universum, de sterren, de planeten, maar ook op de aarde, de planten, dieren en de mens, is opgebouwd uit atomen. Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen. En de cellen zijn opgebouwd uit moleculen. En de moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Ons bewustzijn zit in onze hersenen en alles wat voor atomen geldt, geldt dus ook voor ons lichaam en voor ons bewustzijn. Bewustzijn is daardoor een potentiële eigenschap van atomen. Onder bepaalde voorwaarden ontstaat dus bewustzijn. Atomen zelf zijn weer opgebouwd uit elementaire deeltjes, quarks, leptonen en bosonen, maar voor ons doel is dat niet belangrijk. Het doet hier even niet ter zake. Het atoom wordt op verschillende manieren voorgesteld in tekeningen. Over het algemeen hebben ze een kern met positieve deeltjes en neutrale deeltjes en andere kleine negatieve deeltjes die er met een bijna de snelheid van het licht omheen suizen. Voor ons doel volstaat het om te weten dat de atoomkern uit positieve en neutrale deeltjes bestaat. Daaromheen suizen deeltjes met een negatieve lading en die heten elektronen. Elektronen razen met bijna de snelheid van het licht om de kern. Het aantal protonen in de kern is gelijk aan het aantal neutronen. Een atoom bestaat uit een positieve kern en een negatieve wolk of schil eromheen. In dit plaatje zien we dus links twee protonen, twee neutronen en twee elektronen. De positieve deeltjes met een positieve lading heten dus protonen. De deeltjes die geen lading hebben, heten neutronen. De negatief geladen deeltjes heten elektronen. De lading van een atoom wordt uitsluitend bepaald door elektronen en protonen. Neutronen spelen geen rol bij de lading, want ze hebben geen lading. Het aantal protonen en elektronen is niet altijd gelijk aan elkaar. Deeltjes van dezelfde lading stoten elkaar af. Net als magneten met dezelfde pool, als je die tegen elkaar aandrukt, proberen ze elkaar te vermijden. Protonen stoten elkaar af en daarom hebben we in de kern neutronen nodig, want anders zouden ze niet bij elkaar blijven. Dus neutronen zijn er om de protonen bij elkaar te houden. Dus protonen vermijden elkaar en elektronen ook. Maar protonen en elektronen trekken elkaar weer aan. Door hun snelheid kunnen elektronen niet in de kern landen, net zo min als dat de aarde in de zon kan landen. Aarde schiet steeds om de zon heen, maar wordt wel door de zon aangetrokken. Dat doen die elektronen ook. De lading van het atoom wordt berekend door het aantal protonen minus het aantal elektronen. Protonen is dus positief geladen, een elektron is negatief geladen. En een atoom zoekt naar een evenwicht tussen elektronen en protonen. Het wil graag neutraal worden. Het aantal protonen en elektronen is echter niet altijd gelijk. Als het aantal protonen gelijk is aan het aantal elektronen, dan is het atoom neutraal en heeft dus geen lading. Als er meer protonen dan elektronen zijn, dan heeft het atoom natuurlijk een positieve lading. We noemen dat een kation. Als er meer elektronen zijn dan protonen, dan heeft het atoom een negatieve lading en dat noemen we een anion. Het periodiek systeem. Het aantal protonen en neutronen bepalen heel erg sterk de eigenschappen van een atoom. Dmitri Mendeleev heeft in 1869 een systematische tabel van atomen en hun kenmerken opgesteld op basis van het aantal protonen. Het periodiek systeem der elementen wordt ook wel de tabel van Mendeleev genoemd. Atomen met een lading noemen we dus een ion. Ionen zijn geladen atomen waar het aantal protonen verschilt van het aantal elektronen. Dus als een atoom een elektron mist, dus een positief ion of kation, gaat het op zoek naar een elektron. En als een atoom een elektron te veel heeft, dus een negatief ion of anion, zal het trachten dat af te staan. Kationen en anionen trekken elkaar daarom aan. Ionen zijn atomen met een lading, positief of negatief.
Wanneer er meer protonen in de kern zitten dan elektronen in de schil, dan is het atoom positief geladen en dat heet een kation. Wanneer er meer elektronen in de schil zitten dan protonen in de kern, noemen we het een anion en is het negatief geladen. Ons lichaam en geest moeten arbeid leveren. Ze lijken daarom in zeker opzicht op een motor. En net als bij een motor hebben we brandstof nodig. En net als bij een motor zijn er afvalproducten. De brandstof van een motor is bijvoorbeeld benzine, maar ook zuurstof. Want zonder zuurstof verbrandt benzine niet. En ploft die niet. We hebben dus ook zuurstof nodig om arbeid te kunnen leveren in ons lichaam. Maar tegelijkertijd verslijten we daardoor. Een binding aangaan met zuurstof heet oxidatie. Het oxidatieproces veroorzaakt afvalstoffen, vrije radicalen, en ons lichaam oxideert door arbeid die we leveren. Andere afvalstoffen van spierarbeid is melkzuur. Ophoping van melkzuur veroorzaakt spierpijn en stijfheid. Zuurstof heet in het Latijn oxygenium, vandaar de afkorting O. In het Engels heet het oxygen. En het wordt ook voorgesteld door O2. Want om de lading van een atoom te berekenen, trek je het aantal elektronen af van het aantal protonen in de kern. Zuurstof heeft 8 protonen en 6 elektronen, dus O2 heeft daardoor een lading van 2. 8 protonen min 6 elektronen geeft een lading van plus 2. Omdat het elektronentekort komt, zoekt het elektronen bij andere atomen met een elektronenoverschot, die dus een negatieve lading hebben, de anionen. We noemen een verbinding met zuurstof een oxide. We kennen bijvoorbeeld ijzeroxide, dat ook wel bekend staat als roest, maar planten en levende wezens, net als mensen en dieren, oxideren ook. Oxidatie is dus een verbinding aangaan met zuurstof. Er ontstaat elektronenverlies en dat proces vormt vrije radicalen. We zien hier een aantal voorbeelden van oxidatie, dus een band aangaan met zuurstof, elektronenverlies en het ontstaan van vrije radicalen. Ons lichaam bestaat voor 55-60% uit water en atomen met een tekort aan elektronen, zogenaamde kationen, leven ook in ons lichaam en wij noemen dat vrije radicalen. Ze zijn agressief op zoek naar elektronen en zijn daardoor schadelijk. Stress is een van de allerbelangrijkste producenten van vrije radicalen. Bindweefsel verliest zijn soepelheid, bloedvaten worden stug en dat kan hoge bloeddruk veroorzaken. Vrije radicalen kunnen het afvalverwerkingsmechanisme van de cellen aantasten en daardoor komen agressieve stoffen vrij. Oxideren van het goede HDL-cholesterol veroorzaakt aderverkalking. Het veroorzaakt versnelde huidveroudering en het veroorzaakt verschillende soorten kanker. Vrije radicalen beschadigen het DNA, waardoor er een verstoring op kan treden in de celstofwisseling, met als gevolg dat de gemuteerde cellen zich verder gaan ontwikkelen tot kanker. Vrije radicalen veroorzaken ziektes en veroudering. Door het proces van oxidatie, het verlies van elektronen, ontstaan schadelijke afvalstoffen in ons lichaam. Die afvalstoffen heten vrije radicalen. Om vrije radicalen te neutraliseren moeten wij dus aan elektronen zien te komen. We noemen dat antioxidanten. Band met zuurstof heet oxideren. Elektronen toevoegen is antioxidanten. Een hele krachtige antioxidant is vitamine C. Maar ook als wij ons verbinden met de aarde, komt er een elektronenstroom op gang. De bouwstenen in ons lichaam zijn atomen. En atomen hebben over het algemeen een lading. De waarde van een lading van een atoom is het aantal protonen minus het aantal elektronen. Ons lichaam heeft zuurstof nodig om arbeid te leveren. En door de binding met zuurstof verliezen we elektronen, dat heet dus oxidatie. Stress is een van de grootste producenten van oxidanten. Ons lichaam oxideert dus ook. Het levert tegelijkertijd arbeid, maar het oxideert, het slijt, het veroudert. Ons lichaam heeft elektronen nodig om te genezen en om het verouderingsproces te vertragen. We moeten dus onnodige stress stoppen en elektronen tot ons nemen.